Zo. En je treft het. Ik wil de Zitski nog even uit de auto trekken, maar ik ben gisteravond laat pas aangekomen, dus ik heb nog niks gedaan. En zo ziet mijn auto eruit als ik naar de Alpen rijd. Dus, Kaproenen, ben je net geweest? Ja. Dus, dat is aardig vol. Ja, laten we eens even kijken of we die Zitski eruit kunnen krijgen. En dit is hoe die is. Dus. Dit is de machine. Kees-Jan, dankjewel dat we hier mochten zijn vanuit Gear Limits. Bij Gear Limits geloven wij dat goede gear leidt tot eigenlijk betere prestaties, meer fun en meer veiligheid. Wat is jouw mening daarover? Nou ja, goed gereedschap is het halve werk, zeggen ze. En ja, dat is gear natuurlijk, is het gereedschap waarmee je het doet. In mijn geval skiën. En ik zit in een Zitski. Er zitten een hoop technische aspecten in die ook je ski-kwaliteiten zeg maar ten goede of juist niet ten goede kunnen komen. Je zit vast in de Zitski. Ik heb je ooit gezien hoe je vastgegord werd. En ja. Ook een keertje een gast die gewoon met gaffertape werd vastgetaped aan de stoel. Ja, die moesten we even vastzetten. Dus soms komt de duct tape. Ja, precies. Dat is altijd mee, de MacGyver tape. Ja, uiteindelijk de functie die ik nog heb met mijn dwarslazy, die wil je zo goed mogelijk benutten. Mm-hmm. Ik zit inderdaad, zoals je zegt, ingesnoerd in een carbon kuipje. Mm-hmm. Ook dat is eigenlijk een op maat gemaakt kuipje. Daar heb ik in Japan mezelf voor laten inlezeren. En de mal die daaruit gekomen is, die heb ik mee naar Nederland gebracht. Ja, wat is ideaal? En zorg dat je toch het lichaamsdeel wat je flexibel kan gebruiken en moet inzetten, dat de kuip dat ook toelaat. Ja. Zitski is echt een waanzinnig mooi apparaat. Mensen vragen wel, Schok, ga je dan ook met de liften mee? Jazeker. Ik heb een koord. Daar kan ik mee met de sleeplift. Dus jij klikt hem, jij zit uit in de rijpop. Hop. Flap ik omhoog. En dan ga je eronder. Stoeltje eronder. Je bent weg voor de ronde. Mooi man. Dit is eigenlijk de hele demper. Dus je ziet hier binnen in die veer eigenlijk, dat is het belangrijkste, dat is de demper. Okay. En dit is de pot. Ja. Hier zit het oliereservoir in. Hier wordt met nitrogas de druk opgezet. En vervolgens kan je hier binnenin, in deze moer, er zit een high en een low speed in. De high speed die zorgt dat hij alle klapjes opvangt en de low speed die pakt de grotere klappen op. En daarnaast heb je onderin nog een stelschroef. En die zorgt voor hoe snel de veer weer terug uitkomt. En ja, de afstemming en de fine-tuning daarvan. Ja, dat is essentieel voor je wegligging. En hoe het hele apparaat gaat. Staat het verkeerd ingesteld, dan ben je net een kangaroo. En dat wil je niet. Als je alleen een veer hebt, dan stuit het, om het zo maar te zeggen. En een schokdemper, die absorbeert. Ja. Vervolgens ski ik op skis, gewoon normale skis eigenlijk, waar valide skiers ook op skiën. Mm-hmm. Ik ben goed verzorgd door Fischer. Mm-hmm. Deze skis, dat zijn de wedstrijdskis eigenlijk, waar ook World Cup skiers mee van de berg komen. Ik ben zelf nu gespecialiseerd in de reuzenslalom, Super G en afdaling. Okay. Voor Super G en downhill ook skis hebben van 2,5 meter tot 2,15 meter zelfs. Mm-hmm. En dat zijn aardige lange latten. Uiteindelijk is het op die hoge snelheid waar wij mee naar beneden komen in een downhill. Ja, op het moment dat je dat doet op een ski van 1,80 meter, dan loop je wel aardig tegen de limiet aan en wordt het behoorlijk onstabiel. Want dan kan de ski gewoon zijn lijn niet meer goed vasthouden? Gaat waggelen. Je gaat waggelen en zo'n downhill ski. En de Super G-ski, die zijn een stukje stijver. Ja. En door de lengte zorgen ze eigenlijk ook dat je stabiliteit krijgt. En nou hebben we in het verleden natuurlijk ook veel gehoord over het prepareren van de skis. Hè? Ik heb jou bezig gezien avond voor de training. Volgens mij waksen op temperatuur. Zeker voor een wedstrijd is dat belangrijk, want dan wil je gewoon zo snel mogelijk zijn. Die waksen die zijn gemaakt voor bepaalde sneeuwtemperaturen. En het kan bijvoorbeeld al heel veel schelen, wil jij als je sneeuw hebt van rond het vriespunt, of je hebt sneeuw die misschien wel min 12 of min 15 heeft, dan zal je merken als je daar de wax op smeert voor een hogere temperatuur, mm-hmm. dat je waarschijnlijk je snelheid niet maximaal eruit haalt die je zou willen halen. Oké, dus het zijn verschillende waxen die heb je bij je.
En, ja. En je, je weet dan wat de temperatuur van de sneeuw is. En daarop, daarop wax je. Ja, uiteindelijk. Ja, dit is mijn waxdoosje. En ach, je kan zeggen, het ziet een beetje rommelig uit. Maar mijn waxijzertje. En hier, hier tussen zitten alle spulletjes wax. En ja, daar zit al gauw voor een €1000 aan spul in. Om te waxen en te slijpen. Dus in de regel, het komt de eigenschappen van de ski ten goede. Op het moment dat jouw ski goed loopt, zal het ook makkelijker zijn om hem te controleren. Heel veel mensen niet weten, is dat voordat wij gaan skiën, we al die wax eraf schrapen. Ja. En vervolgens ook nog eens goed uitborstelen. Ja. En wat je eigenlijk doet met die wax eraf halen en met uitborstelen, is dat je de overtollige wax die op het belaag ligt eraf haalt. En dat het eigenlijk gaat het om de wax die in de poriën getrokken is. Ja. En die maakt dat de ski snel wordt. Hoe verder je gaat in die sport, dan heb je dus ook voor verschillende sneeuwcondities verschillende types belaag. Ja, ja, ja. En dat belaag kan je bij de gespecialiseerde skishops kan je dat laten inzetten. Ja. De structuren in je belaag, sorry. En een mooie shop waar je dat kan laten doen is de MK Ski Service in Bilthoven. Ja, ja. Die hebben een machine die kan meer dan 1000 verschillende soorten structuren in je belaag zetten. Maar dat is echt millimeter werk, kan je me voorstellen. Ja, kan je dat zien? Nou, dat kan je zeker zien. Wat mooi is, als je bijvoorbeeld, waar ik zelf veel gebruik van maak, is de kerstboombelaag. En dat zie je eigenlijk heel goed. Als een profiel van een auto, maar je kan eigenlijk allemaal verschillende soorten structuren daarin laten zetten. Wat ik zeg, dat zijn sommige... Maar dat is lastig natuurlijk vanuit Nederland om de sneeuwsconditie van over 2 weken daarom te zie je dat de pro's, die hebben gewoon 16 verschillende paren skis met allemaal verschillende profielen erin. Ja. Maar ook verschillende kanthoeken. Ja. Dus je hebt, Want daar wilde ik ook wat over vragen. Wat is het belang van goed geslepen randen op je skis of op je bord? Iedere wintersporter die wordt geconfronteerd op zijn tijd met een ijzige piste. Mm-hmm. En op het moment dat je daar aankomt en je hebt botte kanten, dan roet je gewoon weg. En dan wordt het eigenlijk ook levensgevaarlijk om daar te skiën. Daarom is het sowieso van belang dat je kanten gewoon scherp zijn. Standaard komen de meeste fabrieksskis komen met 90 graden kanten. Mm-hmm. En daarin kan je gaan spelen. De onderkant, dat noemen ze de hangende kant zeg maar, van je kanten. Ja. Die kan je in graden zetten. Overdreven gezien zou je het zo moeten zien. Dat een afhangende kant van gemiddeld ongeveer 0,5 graad bij een toeristenski. Die maakt dat die ski makkelijk van zijn kant afkomt. Okay. Dus iemand die misschien wel eens het gevoel heeft van... Goh, ik krijg vandaag mijn skis niet zo makkelijk gedraaid. Ja. Dan kan het zomaar eens zijn dat je kanten dus inderdaad gewoon te strak zijn. Okay. Over het algemeen, als je 0,5 graad hangende kant aan de onderkant hebt, dan kan je hem vrij makkelijk van zijn kant afkrijgen. Ja. Een verschil bij wat voor shop je gaat. Als je gewoon in het hotel bij een uitgiftepunt een paar skis meekrijgt, dan heb je er niet zoveel over te vertellen. Maar in de regel worden die allemaal wel ook hangend geslepen. Oh. Daarnaast komt eigenlijk, daar moet ik een beetje mijn handen voor gebruiken, komt de zijkant van de kant. En als ik het zo pak en ik heb een hoek van 90 graden standaard, dan moet je voorstellen waar ik het net over had, dat het een hangende kant wordt aan de onderkant, dan krijgen we dit. Als ik dan de hoek ga bekijken, dan wordt de hoek eigenlijk botter. Ja. Wat je dan gaat doen is eigenlijk de zijkant ook onder een hoek slijpen. Bijvoorbeeld mijn skis zijn 0,5 graad aan de onderkant geslepen en 3 graden aan de zijkant. En je kan het al zien als ik meer zo ga, wordt de hoek scherper. Ja. De skis worden dus ook scherper naarmate je die zijkant... Het gaat meer om de grip die, die daardoor beïnvloed wordt. Ik zeg altijd, je zit ongeveer tussen de 1,5, 2,5 max seconden tussen 2 poorten in. Ja. Je hebt weinig tijd om iedere fractie van een seconde die jij te laat bent met je bocht inzetten. Ja, die verlaat je lijn. En waardoor je uiteindelijk te laat komt en hard moet remmen om weer terug in je lijn te komen. En dat is niet wat je wil natuurlijk. Dus hoe eerder die ski grijpt en zijn bocht inzet, des te beter is het. Ja.